zit hier. Ja, oké. Okay. Hier zit je rem. Oh, ik heb natuurlijk. Nee, ja. Je rijdt gewoon. Niet dat je dat met mijn auto doet. Ja, kijk. Ja, even kijken. Remy. Oh, ik knal gewoon op de trap. Vandaag rijd ik mijn eigenste, bovenste, beste kiekster, schmiekster. Mijn mede-editor en Uber-verslinder. Kiekster! Knappertje! Rij jij of rij ik? Nou, ik denk dat jij wel moet rijden. Ja, kom maar. Ik ga voor je open doen. Oh ja. Chauffeur. Okay. La Parisienne, Kiki Düren. Gaat u zitten. Dank u. Hé, maar ik ben dus op een missie om jou aan de auto te krijgen. Ja. Hoeveel geld? Ja. Kiki? Ja, weet je echt. Ik heb een Uber-overzicht. Kan je dat laten? Ja, ik kan het wel. Moet ik erbij pakken? Ja, maar het is wel echt gênant. Confronterend, hè? Gemiddeld denk ik tussen de 200 à 300 euro in de maand. Hij valt me nog mee. Gemiddeld. Volgens mij heb je deze auto al vanaf 200 euro. En we gaan nu naar Shoebaloo. Schoenen kopen. Bijvoorbeeld. Moet je kijken wat jij bespaart dan. Ja, best wel veel. En hoe lekker is het dakje? Ja, dit is niet normaal. Als je tankt is echt, lijkt wel een brommer. 30 euro of zo. Ja, is dat zo? Ja. Maar ik zou hier dus helemaal uit willen hangen en dan foto's willen maken. Ja, mag. Maar waar kwam die rijangst vandaan? Dat moeten we het daar nu juist niet over hebben. De rijangst. Ik heb één keer een hele erge paniekaanval gekregen achter het stuur. Oh. Toen was ik ook met mijn rijinstructeur. Toen zei ik echt, oh, we moeten nu stoppen ergens bij een tankstation, want ik word helemaal niet goed. En mijn ademhaling, mijn gordel zit strak in mijn nek en we moeten nu stoppen. Toen ben ik er toch wel weer ingestapt met hem. Daarna kwam het ook wel weer helemaal goed. Alleen iedere keer als ik alleen moet rijden, en dat heb ik dus nog steeds, ben ik een beetje bang dat die paniekaanval weer terugkomt. Ook ben ik een beetje geografisch gehandicapt. Dat is echt een aandoening. Ik weet zeker dat je daarmee geboren bent. Ik heb dat. Links, rechts. Zet mij nu hier om het hoekje in Amsterdam. Ik weet niet meer waar ik ben. Gaaf woorden. En dan kijk ik ook even. In mijn knoe. Dit hier. Ja, oké. Okay. Hier zit je rem. Oh, ik heb natuurlijk. Nee, ja. Ik heb geen koppeling. Nee. Maar doe ik al? Gasten? Iets. Ja, je doet al iets. Volgens mij loopt hij gewoon nu stationair. Ja, met een automaat gaat het volgens mij al. Oh ja, deze gaat gewoon automatisch. Ja. Ik rijd gewoon. Durf je het aan met mijn auto? Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat ik nog een beetje... Maar het is en in de auto en in Amsterdam, toch? Ik rij ook nooit in Amsterdam. Nee. Ja, ik vind het helemaal iets voor jou, deze auto. Ik vind dit ook helemaal iets voor mij. Oké, dus ik moet een automaat. Ja, dat is het. Kijk. Wat doe je? Oh, de fietser een beetje. Nee, gaat goed hoor. Gaat goed. Ja, ging helemaal goed. Oké, ik kreeg paniek van jou. Oh ja, sorry. We gaan hier naar de links. Even kijken. Remy. Oh, ik knal gewoon op de trap. Durf je hierin te parkeren? Oké. Probeer het gewoon. Ja. Ga maar achteruit, zet je hem in zijn R, doe je richting. Tjak. Ja. Dan gaan we heel zachtjes. Ja, heel goed. Draai maar in, dus door, naar achter. Ja. Draai maar terug een beetje, terug. Ja. Heel goed, zacht. Draaien, nog weer. Ja, kan niet. Stop, rem. Oh. Ja. Maakt niet uit. Dan zet je hem in zijn D en ga je een heel klein beetje naar voren, zachtjes. En, ja, dit is Amsterdams parkeren. Dit gaat goed. Achteruit, huppakee. Stop. Yes. Dan zet je hem weer naar voren. Hop, zachtjes. Oxy. Top, hè? Gaat goed. Kan je nog iets naar achteren of zit je tegen de stoelbrand? Ja, draai hem even weer zo. Rem. Ja, kom. Je hebt het heel goed gedaan. Haal je ding eruit. We gaan shoppen. Doe jij dat nou? Nee, dit is toch veel te... Ik kan heel makkelijk wegrijden zo. Dit is prima. Ik parkeer nooit, hè. Dan ga je nu belonen met een Uber. Nou, we gaan het even dat bakje opengooien. Je kan ook de achterbak openen zonder dat je de rest van de auto openmaakt. Dus dan heb je alleen maar dit, dus dan kan je niet dat daar ineens iemand in gaat zitten. Dus dat is even voor je tussentijdse shopaanval. Ja. Hartstikke. Zo. Dat schijn je dan heel soepel in één keer te kunnen doen. Maar dat... Rij ik jou wel naar huis? Dat lijkt me dan wel zo. Dat is dan aardig, wel weer heel... Dat allemaal zo hebben